Nou, Theo, moet je opletten. Wat leuk, hè, dat we dat nou toch eindelijk gaan doen. Samen een YouTube-kanaal beginnen. Dat zijn we al zo lang van plan en elke keer denken we van, nou, laat me niet doen. Dan zaten we net al een beetje te kissebissen van wie gaat wie interviewen. Dus dat begon al goed. Dus ik denk dat de luisteraars nog wel voor een paar verrassingen komen te staan. Wat denk jij? Ja, dat zou zomaar eens kunnen, want we hebben tot nu toe onze activiteiten gescheiden gehouden, maar we hebben natuurlijk een gezamenlijke achtergrond. Ja, wat is die achtergrond dan? We Kan je er zijn iets meer over vertellen? allebei ervaringsouders van twee kinderen met speciale kenmerken. Dat wil zeggen, we hebben een volwassen dochter en inmiddels een kleindochter van bijna 7 jaar. En die werd vroeger bestempeld als zijnde met een minimale leerbeperking. En een volwassen zoon die als kenmerk kreeg autisme en ADHD. Ja, dat klopt. En ja, dat heeft er bij mij eigenlijk voor gezorgd dat ik ben gaan zoeken van hoe kunnen we onze zoon met name het beste helpen. Want ja, we hebben het nu over ruim 30 jaar geleden, hè? Iets Ja. langer nog zelfs. Want dat, ja, dat, toen was er eigenlijk nog weinig bekend over kinderen met een uitdaging, zeg maar. En zeker niet hoe je daarmee om moest gaan. Dus dat is het begin van onze zoektocht geworden. En vandaar dat ik me heel veel ben gaan richten op jonge kinderen. En jij, Theo? Ja, ik ben gaan richten op de wat oudere kinderen, ook vanuit mijn werk. Ik kreeg stagiaires, MBO-studenten, die vallen dus in de categorie 17, 18, 19 tot 20 jaar. En vanuit mijn professie kreeg ik stagiaires die speciale kenmerken hadden. Dat ging me goed af. En dat komt ook voort uit het feit dat ik ervaringshouder ben. Ja, dus naast dat we allebei ervaringsouder zijn, zijn we ook professioneel verder nog gaan ontwikkelen. Dus een stukje over onze achtergrond. Ik ben al ruim 20 jaar heb ik een eigen praktijk, waarin ik werk met kinderen die hooggevoelig zijn en of autisme hebben en met hun ouders. En dat doe ik met heel veel plezier. En sinds juli heb ik daar mijn eigen online opleiding voor coaches en therapeuten bij gekregen. En sinds binnenkort start er ook nog een online programma voor ouders, want dat wordt al heel lang omgevraagd. En ja, zo groeien we nog door. Dus ja, Theo, wat denk jij? Wanneer zullen we eens stoppen en achter de geraniums gaan zitten? Vertel jij eens hoe het bij jou is gegaan. Ja, nou, die kans is behoorlijk klein. En nogmaals, ik heb dus in mijn werk als onderdeel van een technische functie die begeleiding en die coaching gedaan. Maar daarvoor eigenlijk ook al steeds bij onze eigen zoon gezeten in ouderraad van de speciaal onderwijsinstelling. En nogmaals, de stagiaires die mij toegewezen werden, die waren vrij uitdagend, werd gezegd. Er werd zelfs één keer gezegd van. Nou, als die een diploma krijgt, dan ben je spekkoper. Maar hij stond daar, maar mooi. Maar ik wil nog even terug naar jou, Petra. Want jij hebt natuurlijk al heel veel jaren je praktijk. Maar wat heeft jou ertoe gebracht om online te gaan? Ja, eigenlijk was ik al van plan, zoals je weet, om een opleiding voor coaches en therapeuten te gaan maken. En die stond eigenlijk net klaar. En wat gebeurde er toen? 2020, corona. Dus eigenlijk had ik al in gedachten om ooit een keer een opleiding te gaan doen online. Maar ja, ik wist niks van die techniek en ik had geen idee hoe ik dat moest doen. En ik vond het allemaal maar doodeng. Dus ik dacht, nou, laat ik maar rustig beginnen met een paar mensen en dat eerst live te gaan doen. Want ja, het gekke is, dat herkennen de kijkers misschien wel, als je iets voor jezelf wil gaan beginnen, dan is dat allemaal hartstikke spannend. En zeker als je er geld voor wil gaan vragen. Want ja, ik geef al jaren cursussen en dat weet je, en workshops. Maar ja, dat ging altijd voor een boekenbon of voor een bloemetje. En dan vind ik het geen enkel probleem. Jij gaat ook vaak mee, hè, naar die workshops en vindt het ook leuk om daar te assisteren. Ja, ik heb in de tijd ben ik inderdaad met jou mee geweest en ik heb als demonstrant een demonstratie wel op een tafel gelegen waardoor je Ja, oefeningen kon voordoen aan de mensen. En ja, in coronatijd hebben we dat nogmaals moeten doen.
de tijd dat er dus niemand geholpen mag worden. Oh ja, dat is waar. We hebben nog op dat kerkplein gestaan. Ja, dat zou ik bijna vergeten. Op dat kerkplein waar ik met die kindertjes mocht werken. En dat we twee behandeltafels daar hadden staan. Eén voor het kind en één voor jou op die tafel. Want wat dat betreft doen we gewoon alles en we denken om. Juist om te kijken wat wel mogelijk is. En ja, zo zijn we allebei, hebben we die instelling. Dus, ja, want zoals jullie misschien inmiddels wel begrepen hebben, wij kijken eigenlijk vooral naar kansen en mogelijkheden en niet zozeer naar beperkingen. Ik vind het woord beperking ook wel heel erg frustrerend, want mijn vrouw heeft laten zien door online te gaan, kansen zijn er altijd. En ik heb ook het rol om moeten gooien, want ik had van oorsprong het voornemen om offline van alles nog wat te gaan doen. Maar voor mij kwam ook corona langs, dus ook voor mij moest ik de stap online doen. Ja, en dan ben je net met pensioen en dan denk je, nou, ik ga lekker wat beginnen. Want je had net je opleiding klaar, hè, van jongerencoach. En toen wilde je eigenlijk wat voor jezelf gaan beginnen, een beetje op gaan bouwen. Ja, wat gebeurde er toen? Ja, toen kreeg ik ook nog eens een keer een beetje gezondheidsprobleem, waardoor ik dus niet uit de voeten kon. Ik kreeg een flinke schouderblessure. En tegen die tijd dat de fysiotherapeut zei, je kan weer gaan reizen en dingen gaan doen. Ja, toen was het door lockdown, dus ik moest opnieuw mijn bakens verzetten. En daar ben ik nu weer mee bezig. Ja, daar ben ik hartstikke trots op dat je dat doet. Ja. Echt heel gaaf. Ja. En zo hebben we dus eigenlijk iemand in huis die net begint met ondernemen. En ik ben al 20 jaar bezig. Ja. En daar willen we de komende tijd meer over gaan vertellen. Hè? Wat we doen en wat ons bezighoudt. En wat we allebei zeggen van, ja, met pensioen gaan nog lang niet. Terwijl juist veel mensen bij ons uit de omgeving zeggen van, wanneer ga jij stoppen met werken? Herken je dat, Theo? Ja, dat ken ik zeker wel. En, maar ik heb dus heb ik mijn eigen intrinsieke motivatie. En daarnaast heb ik dus ook mensen gezien die een paar jaar eerder dan ik met pensioen zijn gegaan. En die zie ik dan ineens bij winkels of waar dan ook ergens staan. En denk ik, waar ben je zelf vitaliteit gebleven? Wat is eigenlijk weer het doel nog? En ja, zoals gezegd, daar zijn allebei hebben wij ontzettend veel te bieden aan mensen die. Kinderen hebben of jongeren hebben met speciale kenmerken. En corona heeft de noodzaak om te helpen en de hulpvraag alleen maar verder vergroot. Dus wij willen allebei onze steentje daaraan bijdragen. En daarom hebben we nu zelfs een YouTube-kanaal. Terwijl we eerst nog helemaal niet eens wisten hoe we moesten videoen. En zeker niet hoe we die video's op een computer moesten krijgen. Daar kunnen we ook nog wel eens een keer iets over vertellen, hoe dat is gegaan. Maar we hebben samen die drive, omdat we willen dat kinderen en hun ouders beter gehoord worden. Omdat ik dagelijks in mijn praktijk kinderen en ouders zie die diep ongelukkig zijn en niet gehoord worden. En Til, jij hebt daar ook ervaring mee, hè? Ja, ik heb gezien en gehoord, ook bij mijn stagiaires en ook over als experts praten over een jongen met autisme of dyslexie of ADHD of wat dan ook, dat er ontzettend veel over hen gepraat wordt. Maar ik heb geleerd dat als je met hen praat en vraagt, wat heb je nodig, waar heb je behoefte aan, dan zijn ze creatief en ze kunnen echt goed meedenken. Maar ja, ze kunnen af en toe wel heel erg lomp en direct zijn. Maar ja, sommige mensen die zijn niet autistisch en die zijn ook ontzettend lomp, dus wat de hek. En hoe gingen jouw collega's daarmee om? Ja, mijn collega's die kijken eerst zo van, wat doet hij eigenlijk allemaal? En zeiden in tweede instantie van, doe jij het maar, want dan komt het wel goed. Maar ik heb ze op een gegeven moment moeten leren, ook omdat ik moest stoppen met werken. Van, er zijn toch wel makkelijke afspraken te maken om te voorkomen dat communicatie met dat soort jongeren misloopt. En geloof me, ik heb ze ook gemaakt. Ik heb gezegd tegen iemand met autisme, van, je moet alles maar eens een keer opruimen. Nou, alles werd opgeruimd. Daar bleef ook niets meer over. Ook dingen die niet weg mochten. Maar ja, die dingen gebeuren, dat zijn ongelukken. En dan moet je tegen kunnen, dan moet je overheen stappen. Ja, zie je dat als een ongeluk? Of zie je dat ook wel van, ja, dat ook wel een stuk humor is wat bijhoort ja, bij mensen met
met autisme onder andere. Ja, goed, maar in eerste instantie word je boos omdat je denkt van waarom heb je alles opgeruimd? En daarna denk je van, ja, ik heb het zelf verteld. Dus ja. Wie is hier niet fout geweest? Ja, wie is hier de plank misgeslagen? En lach er maar een keer om. Ja, dat merk ik ook wel met de ouders waar ik mee werk. Dat ze, zeker als ik met kinderen met autisme werk, dat die alles letterlijk nemen. En dus ook inderdaad je echt ook aanhouden van als jij belooft om iets te doen, dan zullen ze daar ook weer op terugkomen. Dat doen ze bij mij in de praktijk ook. En daar wil ik eigenlijk nog een verhaal vertellen van onze eigen zoon, die waar ik nog van weet. Weet jij nog van dat hij met jouw vader ging wandelen? Hij was nog maar een klein ukkie van een jaar of 2, 2,5. En hij was heel erg aan het drammen. En hij wilde per se een banaan. En ja, goed, we gingen zo eten. Dus opa zei van, ik neem hem wel even mee, want dan zal die wel ophouden. We leiden hem wel even af. En hij ging enthousiast mee naar buiten. En onze zoon was ook gek op opa, weet je nog. Hij was eigenlijk net iets ouder zelfs. En ze gingen samen wandelen. Ik geloof wel dat ze een uur weg waren geweest, hè? Ja, klopt. En weet je wat het eerste was wat hij zei toen hij binnenkwam? Waar is die banaan? Waar is die banaan? Ja. En mijn schoonvader die dacht echt van, ah, nou heb ik hem af kunnen leiden. Want ze hadden over van alles en nog wat gepraat. En hij kwam heel enthousiast binnen. En pa kwam ook heel echt enthousiast binnen. En het eerste wat onze zoon zei van, zo, en nu? Wil ik die banaan? Wil ik die banaan? Ik weet het nog, dat gezicht van jouw vader. Dat hij echt zoiets had van, huh, daar heb ik zoveel gehad. Dit heb ik echt nog niet meegemaakt. Dat was een van de grappige voorbeelden die horen bij kinderen met autisme. Die gewoon een hele sterke drive hebben van, ik wil dit nu. En daar niet vanaf te brengen zijn. Nee, en wat je belooft moet je doen, dat is ook onwrikbaar. Ja. Dat, daarom schrijf ik altijd in het schrift, als ik met kinderen werk, wat we de volgende keer gaan doen. Want geheid, al is het 2 weken later, ze komen erop terug. Van, we zouden dit gaan doen, hè Petra? En het is maar goed dat ik het dan opgeschreven heb, want ik kan het echt niet van al die kinderen onthouden. Dus dat zijn de grappige dingen. Daar hoor je in een volgende video hoor je veel meer van. Want ja. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ja, ik wil jullie ook bedanken en laat hieronder weten als je een vraag hebt op het gebied van autisme, op het gebied van hooggevoeligheid of over prikkelverwerking. We zullen zeker gaan beantwoorden. Dit was een kennismaking en tot de volgende keer. Tot ziens! Tot ziens! Dag! Dag!